Regelmatig maak ik video's met onder andere interessante aandelen. Afgelopen maandag nog hadden we de interessante aandelen van oktober 2020. En een van die aandelen was Plug Power. Nou, tijdens het onderzoek naar dat bedrijf kwam ik erachter dat ook een andere grote speler op de waterstofmarkt Shell is. En omdat ik, zoals ik ook al in die video zei, denk dat waterstof op de lange termijn, zeg maar over een jaar of 10 of iets langer, de echte volgende stap wordt van, ja, nu hebben we elektrisch rijden, dan wordt het waterstof, dat dat de toekomst is, leek het me interessant om in ieder geval ook Shell te gaan onderzoeken. Nou, regelmatig krijg ik na die video's, omdat ik daarin zeg van, ga ook zelf je onderzoek doen, de vraag van, ja, maar hoe doe je dan zelf je onderzoek? Dus leek het me interessant om in deze video, en waarschijnlijk nog meer video's, want ik kan niet alles in één video kwijt, te laten zien van hoe doe ik onderzoek naar een aandeel, want het lijkt misschien wel heel erg makkelijk, heel erg snel, maar dat valt best wel tegen, tenminste, zoals ik het doe. Ik laat je zien dus waar ik op ga letten, welke informatie ik daaruit haal, welke vervolgstappen ik neem. Nou, dat gaan we dus doen in de komende paar video's, maar laten we eerst beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. In deze video, deze eerste video, gaan we dus de beginstappen nemen om een aandeel te onderzoeken. Dat begint meestal met een aandeel kiezen. Nou, dat kan op verschillende manieren. Ik kom het vaak tegen in het nieuws, op andere YouTube video's of misschien wel binnen onze community dat iemand een aandeel noemt of iets opmerkt. Dat je dan denkt van, oh, dat klinkt interessant of die markt klinkt interessant. Laat ik daar eens naar gaan kijken. Want het is ook altijd belangrijk om meer onderzoek te gaan doen. Want natuurlijk, je kunt een naam wel, of een bedrijf wel van naam kennen. Zoals bijvoorbeeld Shell. Iedereen kent Shell. Maar weet je ook wel precies wat het bedrijf doet? Hoe het ervoor staat? Hoe de toekomst van het bedrijf eruit ziet? Dat is vaak niet van, ja, dat weet je vaak niet. Tenminste, ik denk niet dat je genoeg informatie hebt over een bedrijf om er ook al meteen in te kunnen investeren. Nou, we hebben dus gekeken in mijn vorige video kwam ik Plug Power tegen. Daar werd ook Shell genoemd als een van de bedrijven die volop bezig is met waterstof. Dat was een van de redenen waarom ik toch naar Shell wil gaan kijken. Want het is natuurlijk wel een markt waar Shell nu in zit. Die vind ik helemaal niet interessant. Olie heeft waarschijnlijk op de lange termijn, ja, het is niet zo'n toekomst alsof het de afgelopen jaren heeft gehad. Dat zien we trouwens ook terugkomen, interessant trouwens, bij de top 10 bedrijven ter wereld op basis van omzet. Gaan we daar namelijk naar kijken, dan zien we eigenlijk dat alleen nummer 1, Walmart, de supermarkt in Amerika, en nummer 9, Amazon, niet direct aan olie gerelateerd zijn. Maar eigenlijk alle andere bedrijven wel. Heel veel daarvan zijn ook nog of in handen van China en de overheid of van Saudi-Arabië. Maar je ziet dus heel veel bedrijven die in olie en gas zitten, of in elektriciteit, wat vaak ook nog uit fossiele brandstoffen komt. Of zoals Volkswagen of bijvoorbeeld Toyota, ja, in automotive zitten, dus in auto's, ook gerelateerd aan vooral olie en benzine. En daar zien we dus ook op nummer 5 weer Royal Dutch Shell, oftewel Shell terugkomen met toen nog een omzet in 2019 van 352 miljard euro, of dollar. En waarom kies ik dan voor het aandeel Shell? Nou, zoals gezegd, ik kwam het tegen tijdens mijn onderzoek. Ik wist niet dat ze een koploper of in ieder geval een grote speler waren wat betreft waterstof. Ik ben vooral bezig, ja, mijn grootste positie is nog steeds Tesla. Dat vind ik interessant, maar juist daarom is het misschien ook wel interessant om te gaan kijken naar dit soort bedrijven. Juist bedrijven, automotive bedrijven, juist bedrijven in olie en gas. En ik heb dit jaar natuurlijk wel het nieuws rondom Shell bijgehouden. Ik ben er wel een beetje van op de hoogte. En ik denk ook wel zelf dat olie over het hoogtepunt heen is. Maar dat wil niet zeggen dat misschien de andere producten die ze hebben, zoals gas of waterstof, de toekomst zijn. En dat ze daar, als ze een transitie gaan maken, daar in de komende jaren of decennia volop van kunnen gaan profiteren. En dus is het belangrijk om naar informatie op zoek te gaan over dit bedrijf. Dit hoeft niet per se meteen financiële informatie te zijn, maar kan ook gewoon algemene informatie zijn. Juist om een beter beeld te krijgen van het bedrijf, want zoals gezegd, iedereen kent Shell wel, maar hoe staan ze er op dit moment voor? Welke activiteiten hebben ze? Welk algemeen beeld van het bedrijf kun je hebben? Nou, dat kun je als eerste doen door naar de website van Shell te gaan. Daar wil een bedrijf zich graag goed presenteren en vaak ook een over ons pagina die vertelt het over het bedrijf. Kijk bijvoorbeeld naar Shell, dan zien we dat het hoofdkantoor in Den Haag zit. Ze zijn onder andere partner van de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij. Dat is volgens mij Shell, Exxon en de overheid voor de exploratie en de productie van aardolie. Nou, dan zien we bij nummer 1 nieuwe energie staan. Ze zijn dus ook bezig met wind- en zonneparken. Nummer 2, ze doen vooral handel en verwerking. Ze hebben een chemische fabriek. Afnemers zoals vliegtuigmaatschappij, en dat is natuurlijk nu belangrijk omdat de luchtvaart eigenlijk, ja, zo goed als bijna geen luchtvaart meer is op dit moment. In ieder geval geen vluchten. En ze hebben dus ook nog meer dan 600 pompstations.
Kijken we bij nummer 3, dan is een belangrijk punt innovatie en technologie. Ze hebben een eigen onderzoekscentrum in Amsterdam. Daar gaat ongeveer €1 miljoen per dag naar onderzoek. Dus onder andere ook naar waterstof, denk ik zo. En kijken bij nummer 4, werken bij Shell. Nou, daar hebben ze 10.000 werknemers. 2500 ook nog eens bij tankstations en 3500 tijdelijke contracten. En oftewel, in Nederland zijn dat zo'n 16.000 werknemers in totaal. En we zagen eerder al in dat overzichtje met grootste bedrijven dat Shell vorig jaar zo'n 83.000 werknemers wereldwijd had. Nou, nu een klein beetje iets weten over het bedrijf. Vanuit de bedrijfswebsite zelf moet je trouwens altijd op letten. Dit is een heel erg mooi plaatje. Hier willen ze zichzelf goed presenteren. Vind ik het altijd belangrijk om in ieder geval naar het nieuws te gaan kijken. Want bij het nieuws heb je eigenlijk de laatste informatie over het bedrijf. Je krijgt zo'n actueel beeld van het bedrijf. Maar je leert ook heel veel over het bedrijf. En ook heel veel over de markt waarin het bedrijf actief is. En uit die nieuwsberichten kunnen we ook weer informatie halen. Punten halen die we later kunnen of misschien zelfs wel moeten onderzoeken. Om een beter beeld te krijgen. Dit hoeft trouwens niet altijd op websites te zijn, financiële websites. Voor dit soort grote bedrijven kun je vaak ook naar websites zoals de NOS. En zoeken we bij de NOS op Shell, dan krijgen we genoeg resultaten. Afgelopen woensdag nog, Shell gaat drastisch reorganiseren. Zeker 7000 banen gaan verdwijnen. En dat is ook iets dat ik afgelopen vrijdag nog heb besproken in de video Vrijmiburst. De eerste video in die serie waarin ik telkens het laatste nieuws van die week en eventueel van de week erop ga bespreken. Daar kwam onder andere dit nieuwsbericht naar voren. En zoals gezegd, Shell heeft ongeveer iets meer dan 80.000 werknemers. Oftewel, die 7 tot 9.000 banen zijn het. Is ongeveer 10% van het personeel wat er uiteindelijk uit moet voor het einde van 2022. Kijken we naar het volgende nieuwsbericht, dat was 30 juli. Tenminste, er zijn wel meer nieuwsberichten. Een belangrijk nieuwsbericht haal ik er zo even uit. 30 juli dus, Shell leidt 15,4 miljard verlies in het tweede kwartaal door coronacrisis. Bekijken we dat nieuwsbericht, dan zien we dat dat eigenlijk vorig jaar nog in diezelfde periode een winst was van 2,5 miljard. Dus al een verschil van bijna 18 miljard is het. Het verlies komt dan vooral door eenmalige afschrijvingen op hun bezittingen. Natuurlijk door corona, door de lage olieprijs, moeten dingen worden geëvalueerd, anders worden gewaardeerd. Daar hebben ze grote verliezen moeten nemen. Er is minder vraag vanwege corona. En juist ook nog de olieprijs. De lage olieprijs zorgt er ook nog eens voor dat de olie die ze verkopen, dat dat niet zoveel oplevert als dat misschien een jaar geleden deed. Kijken we naar nog een ander artikel van 29 juli. Daar zien we Shell en Eneco bouwen groot windmolenpark op de Noordzee. Het park, genaamd Crosswind, gaat 760 megawatt opleveren. Oftewel genoeg voor eigenlijk 750.000 huishoudens. We zien hier ook staan dat in 2023 ongeveer 16% van de elektriciteitsproductie in Nederland vanuit wind op zee komt. Dus we hebben al een beetje een idee welke kant we op gaan en welke projecten er nog aankomen misschien wel. En onderaan zien we ook Shell en Eneco willen met elektriciteit van het windpark waterstof produceren in een fabriek op de Tweede Maasvlakte. Die waterstof wordt vervolgens gebruikt om productieprocessen bij de Shell raffinaderij in Pernis te verduurzamen. En hier kunnen we dus uit afleiden dat Shell ten eerste bezig is met verduurzamen. Ze willen investeren in dit soort groene projecten, nieuwe energie. Maar tegelijkertijd willen ze energie van dat park dus niet naar die huishoudens doen, maar juist zelf gebruiken. Juist om hun eigen productieproces op orde te krijgen, netjes te maken, groener te maken. En daar horen we dus wederom de term waterstof vallen. Dus het is echt een project waar ze volop mee bezig zijn. En juist dus waarom ik geïnteresseerd ben om te gaan kijken naar Shell. Laten we vervolgens ook even gaan kijken naar de koers van het aandeel. Want het is altijd interessant om te gaan kijken wat de koers heeft gedaan. Ik denk dat de meeste van jullie zonder te kijken wel weten hoe Shell ervoor staat qua koers. We weten gewoon dat sinds de coronacrisis eigenlijk alle olieaandelen heel erg hard gekelderd zijn, kunnen we wel noemen. Echt misschien nog maar een derde over van wat er eerder dit jaar was. En we moeten natuurlijk ook altijd vanuit gaan dat juist omdat het nu maar een derde is van eerder, dat dat niet een reden is om te kopen. We gaan alleen dus even kijken naar wat is de koers, wat heeft die gedaan en op welke momenten zijn er grote veranderingen en kunnen we die ergens aan koppelen, maar wat beter. Wat meer van te gaan begrijpen. Dus kijken we naar de koers, dan zien we dat Shell ongeveer nu op de €11 staat. En dat dat dus eerder dit jaar €30 was. Wil dus niet zeggen dat Shell, zeker nadat we die paar nieuwsberichten hebben gelezen, zomaar weer gaat herstellen naar de oude niveaus. En zoals gezegd kunnen we eens kijken naar momenten dat er veel verandering zit in de koers. Van waardoor komt dat? Nou, we zien natuurlijk de eerste grote daling heeft gewoon te maken natuurlijk met corona. Vervolgens zien we ook nog dat er kwartaalcijfers zijn geweest. Of dat er nieuws voor beleggers is geweest. En later zien we ook eindelijk nog een dividendverlaging die is doorgevoerd. En dat viel dan weer niet zo goed bij beleggers. Want natuurlijk Shell is een bedrijf dat al sinds de Tweede Wereldoorlog
elk jaar dividend uitbetaald. Ook elk jaar volgens mij verhoogd. Dus dat is heel erg consistent. Dat was ook voor veel beleggers de reden om juist in Shell te investeren. Als je altijd elk jaar een dividend ontving. Ook eerder dit jaar heeft Shell nog gezegd, ja, ondanks de coronacrisis zien wij het positief in. We gaan in ieder geval, ja, dividend is gewoon heel erg belangrijk voor ons. Dat gaan we gewoon door blijven betalen. Om vervolgens dan een paar maanden later toch te moeten zeggen van, we gaan 66% of zo van het dividend schrappen. Je krijgt nog maar 1/3 van het dividend wat je gewend bent. En dat is bij heel veel beleggers dus eigenlijk in het verkeerde keelgat geschoten. Had Shell misschien eerder gezegd van, ja, ondanks deze situatie, we moeten dus eigenlijk gewoon iets aan het dividend doen. We kunnen niet al die jaren maar doorbetalen. We hebben dat geld nodig voor andere dingen. Dan hadden beleggers dat misschien beter begrepen dan dat je zegt van, aan het dividend gaan we niet komen. En dan 2 maanden later of zo ga je toch iets doen aan het dividend. Dat heeft gewoon iets met vertrouwen. Management is altijd heel erg belangrijk, vind ik tenminste. Wat zeggen managers? Wat zegt het bestuur, de bedrijfsleiding? En zijn ze ook betrouwbaar? In dit geval heeft dat een deukje of misschien wel deuk opgelopen wat betreft verschillende beleggers. Juist bij beleggers dus die voor dividend gaan. En voordat we verder gaan met de video wil ik je vragen, vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog, dan weet ik welke video's jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken? Maar je helpt ook het YouTube kanaal, want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Klik even onder deze video op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen, zodat je nooit meer een video mist. Maar dan gaan we nu naar het volgende onderdeel, en dat zijn de kwartaalcijfers. Want net zoals bij het nieuws geven kwartaalcijfers eigenlijk een actueel beeld van het bedrijf, van het laatste kwartaal. En je kunt altijd eenvoudig de investor page, zeg maar, vinden van een bedrijf door op Google gewoon de bedrijfsnaam plus investor relations te zoeken. Ofwel in dit geval Shell Investor Relations. Dan kom je eigenlijk altijd het topresultaat, gaat naar die pagina. En ook in dit geval komen we dan ergens op die pagina de laatste kwartaalcijfers tegen. Ik vind dat altijd interessant om in ieder geval de presentatie te nemen als die er is. Daar zien we vooral heel veel marketing. En zeker wanneer de cijfers wat slechter zijn, dan willen ze natuurlijk de aandacht misschien een beetje naar andere dingen afleiden. Of juist misschien wel bij een vervuilende industrie, waar we dus veel met olie te maken hebben. Dat ze dus heel veel marketing of groene dingen of, ja, positieve dingen willen melden. Gaan we zo een beetje door deze presentatie heen, dan zullen we heel veel tekst en uitleg vinden. Maar ook wat cijfers. En laten we daar nu even op gaan focussen. Komen we ten eerste bijvoorbeeld kostenbesparingen tegen. Altijd wel belangrijk, zeker wanneer het niet zo goed gaat. Dan zien we bijvoorbeeld kostenbesparingen met vrijwillig vertrek. Ongeveer zo'n 500 miljoen besparing per jaar. Ook hebben ze het nog over overbodig personeel. Zo'n 600 tot 700 miljoen per jaar. Mensen, personeel wat overzees woont voor het werk. Gaan ze ook op bezuinigen, zo'n 200 miljoen per jaar. En ook onderzoek naar nieuwe locaties gaan ze bezuinigen met zo'n 150 miljoen voor dit jaar. Gaan we dan iets verder, dan komen we uit bij de winst. Nou, vorig jaar in Q2 was dat nog 3,5 miljard. Nu is dat nog maar zo'n 600 miljoen. En we zien ook de winst per aandeel dus ver naar beneden gaan. Waar dat eerst vorig jaar 43 cent was, is dat nu nog maar 8 cent. En vooral ook deze, ja, actuele cijfers vind ik kwartaalcijfers altijd belangrijk om naar de outlook, oftewel de verwachting vanuit het bedrijf zelf te kijken. Dat geeft eigenlijk het bedrijf aan van wat verwachten wij van de komende kwartalen van dit jaar. Hoe denken wij dat het gaat verlopen? En juist nu met corona is het natuurlijk heel erg interessant om te zien wat zij denken. Zeker omdat, ja, eerder dit jaar hebben heel veel bedrijven deze outlook geschrapt. Omdat ze zeiden van, ja, we weten niet wat we kunnen verwachten. Dus dan kunnen we eigenlijk ook, ja, geen concreet beeld geven. Het is ook geen zekerheid trouwens wat ze geven, wat ze aangeven hier. Maar als belegger zijnde wil je natuurlijk wel weten van, wat denkt het bedrijf zelf? Kijken we naar die outlook, oftewel dus zowel de plannen als de cijfers, dan valt er op 1 mei iets op te zien. Vooral, dat is een regeltje onderaan. Dan zien we dat raffinaderijen naar minder dan 10 gaan in 2025. Ze gaan dus afbouwen. En verder is het altijd, ja, Shell gaat focussen op de prijs en de marge. Heel erg belangrijk voor hun, heb ik het idee. Weet ik ook wel, maar dat kun je hier ook wel uithalen. Voor zowel olie als voor gas. Shell denkt voor dit jaar zo $35 per vat olie te ontvangen. Volgend jaar zal dat 40 zijn en telkens het jaar daarop verhoogt dat met $10. En ook gas zal langzaam stijgen, denken ze. We zien trouwens iets verder in de presentatie nog meer over prijzen en marges. En daar zien we bijvoorbeeld goed dat zowel olie als gas dus qua prijs flink zijn gedaald in dit jaar. Dat de prijs dus hard onderuit gaat. Daardoor zien we ook de marges dus bijvoorbeeld bij industry refining marges dalen. Waar bijvoorbeeld in Rotterdam dus bijna tegen het nulpunt aanzitten. Dus daar wordt bijna niets meer verdiend op een vat olie. En ook wat betreft chemicaliën, industrie chemicaliën, die laatste kolom. Zien we wel dat er wat veranderingen zijn en dat dat meespeelt. Maar
over het algemeen zien we heel veel lijnen in ieder geval een dalende trend hebben. Op basis van de informatie die we tot nu toe hebben gezien, is het dan vervolgens slim om wat vervolgstappen te gaan nemen. We hebben nu namelijk een wat beter beeld over het bedrijf. We weten hoe het bedrijf ervoor staat, hoe het met de markt gaat. Nou, kort samengevat, het gaat niet heel erg goed. We zien dat de omzet afneemt, dat de winst ver onder druk staat en dat de reorganisaties worden aangekondigd. Oftewel, bedrijven geven zelf al aan dat ook in de toekomst nog moeilijk zal worden. Wel zijn we in de informatie die we tot nu toe hebben een paar dingen tegengekomen die interessant genoeg zijn om verder te onderzoeken, vind ik in ieder geval. En dat worden dan eigenlijk ook de vervolgstappen voor de komende video's. Dan wil ik ten eerste gaan kijken naar de omzetten en de winst van de laatste jaren. En dan eigenlijk ook nog eens gaan vergelijken met wat concurrenten doen. Dus we kunnen zien van hoe doet het bedrijf Shell het, maar ook hoe doet de markt het. We hebben eigenlijk al door dat gas- en olieprijzen heel erg belangrijk zijn. Dus laten we in diezelfde jaren als de omzet en de winst ook gaan kijken naar wat zijn de olie- en gasprijzen geweest en hoe afhankelijk zijn ze dus van deze prijzen. Wat zijn de verwachtingen van het gebruik van olie en gas in de afgelopen jaren? Hoe is dat geweest? Maar wat zijn ook vooral de komende 5 of 10 jaar de verwachtingen? Want we willen natuurlijk niet gaan investeren in een bedrijf dat over 5 of 10 jaar niet meer bestaat, omdat de markt gewoon heel erg verandert. Daarnaast wil ik gaan kijken naar hoe groot het aandeel van nieuwe energie nou eigenlijk is bij Shell. Ik heb een beetje een idee van wat ik heb kunnen zien in kwartaalcijfers, dat er minder dan 5% is. Dus ja, ze zijn er wel mee bezig, maar zijn er ook echt genoeg kansen om te groeien, dat het ook belangrijk wordt de komende jaren voor Shell. In ieder geval belangrijk genoeg om erin te investeren. En tenslotte wil ik gaan kijken of er al meer nieuws bekend is over Project Reshape. Dat wordt het project, zoals het binnen Shell genoemd wordt, zijn de geruchten, want het is nog niet officieel aangekondigd. Dat zal waarschijnlijk begin volgend jaar zijn. Maar Shell is bezig om een overstap te maken, om het bedrijf te veranderen, want ook zij hebben door dat de markt verandert en zij moeten dus mee. Nou, telkens lekt er wel iets uit, onder andere dus die reorganisatie, wel zal wel de verwachting, wordt nu ook aangekondigd. En zo zijn er nog meer stappen van hoe Shell de komende jaar of decennia wil gaan veranderen. Ja, als daar meer informatie over naar buiten komt via nieuwsberichten, wil ik dat natuurlijk ook meenemen in mijn onderzoek, in mijn vervolgstappen. Juist omdat dat eigenlijk actueel nieuws is en ook eigenlijk iets aangeeft over de toekomst van het bedrijf. Dus dat zijn de vervolgstappen voor volgende video's. Dat zijn dingen die ik dus nog verder ga uitzoeken. Ben je ook nog dingen tegengekomen, bijvoorbeeld in nieuwsberichten of in de kwartaalcijfers, dat je denkt van ja, let daar eens op. Heb ik iets over het hoofd gezien? Laat dat weten in de reacties onder deze video. Kan ik dat zeker meenemen, eventueel in de volgende video's. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. Wil ik je weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker een duimpje omhoog, dat ik weet welke video's jullie interessant vinden. Maar je helpt ook op die manier het YouTube-kanaal, doordat meer mensen deze video te zien krijgen. En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ongeveer 50% van mijn kijkers is nog geen abonnee. Dus klik even onder deze video op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen voor de volgende video. Dus ook video's in deze serie. Dat we deel 2, deel 3, misschien nog wel meer delen gaan kijken, gaan behandelen. Dus als je dat niet wil missen, abonneer dan even en dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.